Ik heb een rommelige bij vandaag. Dit zijn mijn high-end lippenstiften. Welkom bij deel weet ik veel van de lippenstiften. Dit zijn de high-end luxury lippenstiften die ik heb. En die ga ik vandaag aan jullie laten zien. En ik kan je al vertellen, hier gaat niets van weg. Even een slokje drinken. En ik ga ook niet alles zwartsen, maar ik ga het wel allemaal laten zien natuurlijk. En ik probeer zoveel mogelijk merken bij merken te doen. Maar of dat echt gaat lukken, dat weet je nooit. Laten we beginnen bij Charlotte Tilbury. Ik heb de Hollywood Lips. En dit is de kleur, jeetje zeg. Ik weet het niet. En er is ook geen enkele manier waarop ik dat ga kunnen lezen. Nou, ik hoop dat je dat hebt kunnen lezen. En ik denk dat ik daar overal tegenaan loop. Dat ik het niet kan lezen. Ik heb deze... Ik ga even een andere bril op doen, momentje. Daar ben ik weer. Deze bril... is mijn eigen bril. Dit is... Oh, kijk, nu kan ik het wel lezen. Dit is... Charlotte Darling, deze. Dan heb ik... Dit is een Chic Pink. Dit is een kissing formule. Ja. Oh ja, dat was deze. Dit is een hele mooie lippenstift. Heel fijn. Ik vind de formule echt heel fijn. Maar of dit nou Chic Pink is? Maar goed. Ik heb van Charlotte Tilbury uiteraard de Pillow Talk. Die los zit of gebroken is. Dit is Pillow Talk op mijn huid. Dan heb ik Very Victoria. Heel mooi. Ik heb Kim K. Ik heb Penelope Pink. Dus meer een beetje peach. Dan heb ik Nude Kate. Ik denk dat door het licht komt dat alles bij jullie een beetje oranje is. Maar als ik het licht uit doe, zien jullie niks. En dan heb ik Runaway Royalty. Ook een hele mooie. Het is allemaal wel een beetje in de oranje-roze nude versie. En dan heb ik uiteraard de nieuwste, de Airbrush Liquid ding in Pillow Talk. Pillow Talk Blur is dit. Dat was Charlotte Tilbury. Ik heb er maar twee van Huda. Dat is deze in Prom Night. Dat is deze. En ik heb een liquid lipstick in Wifey.
die ik echt heel graag draag. Dat is deze. Dan heb ik er, denk ik, twee van Too Faced. Dit is, ja, Chocolate Bold. Dit is Hot Chocolate. Dat is ook een nude variant. En ik heb de Lady Lipstick, Lady Bold. Hij hoort zo. In Brave. En die zijn heel, heel creamy. Hij hoort zo, Lady Bold. Even kijken wat ik zie. Wat zie ik? Ik zie een By Terry. Wat is dit? Ja, dit is gewoon een doorzichtige gloss. Dit, hier zit geen kleur aan. Die is van By Terry en dit is dezelfde. Die zitten ooit een keer in zo'n verrassingsdoos, weet je wel. Ook heb van Too Faced ook nog de Lip Injection Extreme. Nou, die is extreme. Die geeft niet extreme kleur. Hij is gewoon clear. Maar hij is wel extreme, zeg maar. Op de huid. Wat is dit? Nude Lip Velvet. Dit is een Burberry lip. Een Shiseido, denk ik. Dat maakt niet uit, want dat is hetzelfde merk. Dat is deze. Ja, dit is een Burberry. Kijk, als je goed ziet, zie je nu... Zie je dat? Dit is Burberry. Dan heb ik van Dior... Wat is dit? Beetje stoffig. De Dior Addict Lip Color in 319. Ik heb hier de Dior Addict in 418. En dit is echt... Veruit een van mijn favorieten om te dragen. Die is zo mooi. Dan heb ik een Dior Rouge. Een Dior Rouge Dior Forever in de kleur 100 Forever Nude Look. Dat is zo'n dunnetje. Dit is die... niet afgevende lipstift van Dior. En ik heb de Maximizer in de kleur 013 beige. Zit een heel klein kleurtje aan. Dan heb ik, wat zag ik hier? Dit is Shiseido. Rose Syrup. Dan heb ik er een van MAC, dat is zo'n dunne. In de kleur Over the Taupe. En volgens mij is de rest wat ik heb... van Chanel. Dit is allemaal... Oh nee, ik heb nog één van Rare Beauty. Dit is Talented.
Dus deze bruine. En verder is alles Dior. Nou, hier gaan we. Ik ga door elkaar. Dit is de Le Berger Healthy Glow Lip Balm. Waarvan ik niet eens wist dat ik hem had. Dit is de Rouge Allure 107 Or Beige. Dit is de Rouge Allure 206 Illusion. Dit is een Rouge Allure Velvet in 227 Beige Rougissant. Dit is de Rouge Allure 176 Independent. Dit is de Rouge Allure L'Extra. Want... Oh, dat is gewoon... Die heeft alleen maar... Oh, kijk eens, zo mooi. Dat is een dunnetje. Dan heb ik de Rouge Allure 337 Camellia Rose. Wat helemaal niet een kleur voor mij is. Maar ik wou ook een keer wat anders, denk ik. Dan heb ik hier de Rouge Allure Velvet 62 Libre. Ik heb de Rouge Allure 195 Mise à Nu. Dus deze. Ik heb de Rouge Allure Velvet 63 Nightfall. Ik heb de Rouge Allure Velvet 62 in Libre, maar heb ik die niet al een keer gehad? Ja, en die is ook gewoon vet afgebroken. Nou, die gaat in mijn make-up memory box. Maar dit is in ieder geval deze kleur. En dan heb ik nog een Rouge Allure 148 Foudroyant. Ik heb een Rouge Coco Shine in 84 Dialogue. Daar heb ik heel veel gebruikt, deze. Even hier verder gaan. Dan heb ik hier de Rouge Coco Flash in 54 Boy. Absoluut de perfecte nude, vind ik.
Dan heb ik de Coco Fresh Balm. Dat is gewoon een naturelle balm. En ik heb de Coco Fresh Shine 41 Canoche. Die is nog lichter dan Boy. Ik heb 2 van deze stilo's. Ik heb 2 5-7 discretion. Hier even verder. En ik heb Au Naturel. Dus deze. Dan heb ik nog deze. Dit is een Rouge Coco Boom in 924 Fall for Me. Dit is ook een roodachtige. Deze is een beetje meer berry. Dan heb ik deze. Dit is Rouge Allure. Gourmandise 236. Dit is een soort liquid lipstick. Ik heb een Lèvre, iets, een gloss in 206. Ik heb een gloss in. Dit is Rouge Coco Gloss in 716. Ik heb een gloss in goud, maar die is eigenlijk gewoon doorschijnend. Dit is een Rouge Coco Gloss in 774. Dit is gewoon clear. En dit is dezelfde als die in het begin, die ik niet kan uitspreken. Lèvre 19. Die is wat glitteriger. Deze is het, deze. Dan heb ik de, dat is weer diezelfde die ik niet kan uitspreken, in 139. Ja, die is zo lichtroze met glittertjes. Dat zie je niet eens, dat is gewoon clear. En dan heb ik de La Rouge Duo Ultra Tenue Gloss. En dit is de kleur Mary Rose. Dit is een tweezijdige gebeuren. Aan de ene kant heb je dan de kleur. Ja, zie je? En aan de andere kant heb je dan, want die is heel droog op je lippen, wordt die. En aan de andere kant heb je dan de gloss. Met een kwastje. Dit waren de high-end lippenstiften. Dat viel eigenlijk reuze mee. Het waren er niet zoveel zoals ik dacht. Maar goed, toch 20 minuten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog. Zie je bij de volgende collectie.
video. Er komt er denk ik qua lippen. Ja, ik denk dat ik het restantje en de lipstilo's en potloden allemaal in één doe. Dus er komt er nog één qua lippen. Ik ga mijn hand wassen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!